En we hebben vandaag een bak geld uitgegeven. Wow. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cezo. Ik ben René. En we hebben gave dingen gekocht. Super gaaf. 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 Dat is heel gaaf. We zijn lekker aan het investeren in onze YouTube gear. En aangezien we dus binnenkort gaan beginnen met de nieuwe YouTube serie voor... maar met Peter van der Hurk. Ja. Willen we net even wat extra dingen hebben. Inderdaad. Waar ik vaak me aan erger is dat het beeld zo'n beetje niet echt stabiel is. Ja, en ik de microfoon. En jij de microfoon. Ja. En dat het geen 4K is. Want dat is, het is toch gewoon prettiger om naar te kijken. Ja, we willen graag dat jullie onze poriën gewoon heel goed zien. Oh ja, dat had ik gezegd laatst. En dat had ik eruit geknipt. Maar ik had... Maar ik had het toch gezien tijdens het editen. Gezien, ja. En, maar dus we zijn vandaag naar Camera Express in Rotterdam geweest. Ja. En die hebben ons heel goed geholpen. Zeker. We zijn echt super blij. Thanks David. Sorry? David. David heeft ons vandaag super goed geholpen. David. David klinkt wel international. En hij heeft ons very good geholpen in de winkel. Yes. En we zijn zeer blij mee. En nee, zonder gekheid, we hebben... Oh, daar moet ik echt mee stoppen. Ik hoor het heel fijn. We hebben... Slogisch. Een nieuwe camera gekocht. Ja. De EOS... 50. 50. M. Toch? Ja. Van Canon. Wederom Canon. Ja, we blijven wel bij Canon. En de lens... Weet ik zo uit mijn hoofd even niet. 8 nog wat 1 mm. Nou ja, dat gaan we nog laten zien. Want die is nog niet binnen. Die komt morgen. Maar wat we wel hebben is een... Een gimbal. Ja, en wat houdt het in? Dat je dus een stabieler beeld krijgt. Want als jij zo doet, zo, of we hebben een beetje Parkinson. Dan houdt hij de camera zo goed mogelijk recht. Ja, dat gaan we zo meteen demonstreren. Want dan heb ik hem in mijn hand. Ik neem de camera in mijn hand. En dan film ik zo. En dan zetten we hem op de gimbal. Dit is de Crane M2 van Ziyun. En dan gaan we even kijken wat het verschil is. De Crane heet het. De Crane. Ja, de Crane. En dat is niet de kraanvogel. Van Kung Fu, maar de crane, als in een kraan. Kunnen we daar ook onze GoPro op zetten, zie ik dat nou? Ja. Oké, tof. Ja, en er zitten ook pootjes aan dat we hem ook gewoon op tafel kunnen neerzetten. Ja, voor het geval dat er een aardbeving komt of zo, dan willen we toch het beeld gewoon... Ja, precies. Nee, zonder gekheid. En, Bam! Daar is een microfoon op afstand. Echt heel vet. Dat is eigenlijk heel vaak. Ja, dat gaan we gebruiken. Ja. Ik ga hem uitpakken nu. Nu? Ik ga hem uitpakken nu? Ja, want ik kan niet meer wachten. Nee, snap ik. Ik ben ook wel heel benieuwd. Pak jij hem verder uit, dan zet ik hem even een klein stukje naar beneden. Oké, voor zo. Ja, dus ons hoofd er wel een beetje af, maar ja. Oh. Mooi koffertje. Het is een koffertje. Hey, hij matcht bij mijn trui. Oké. Ja, want nu is het zo dat we een paar keer hebben gemerkt dat Peter gewoon wat zacht praat soms. En wegloopt van de camera ook, omdat hij natuurlijk gewoon in zijn ding zit, in zijn flow. Ja, en dan willen wij hem niet storen. Nee, en we komen in heel veel rumoerige ruimtes. En dat is ook nog eens. Rumoerige ruimtes, zeker. Ja, ik bedoel, hij heeft geen echte ruisfilter. Het is geen gehoorapparaat. Sorry. nee, maar de camera die kan niet duidelijk keuze maken tussen wie die wilt verstaan en de ruis er doorheen. Dus vaak dan krijg je een beetje het geluid alsof je in een zwembad staat. Weet je, als je dat dan filmt, dan klinkt alles veel harder dan dat het in het echt was. Dus we moeten het geluid gewoon rechtstreeks er hebben. Het ziet er wel echt gaaf uit hoor. Heel cool. Dus we hebben twee ontvangers, waar we dus twee microfoontjes op kunnen doen. En we hebben één receiver, die gaat op de camera. Ja, super tof. Ik stel voor dat we hem even gaan installeren en dat we dat gaan laten zien. Ja.
Zo, hij is aangesloten. Ja, batterijtjes zitten erin. Er zit een heel handig hot shoe, is dat volgens mij? Of is het de adapter voor de hot shoe? Maar deze die gaat dan zeg maar zo op je camera. Misschien is andersom fijner, want dan kun je ook nog blijven schieten natuurlijk. Maar dat maakt voor nu even niet uit. En deze kabeltje gaat dan in je microfooningang. Die zit vaak aan de zijkant met zo'n klepje. Die doe je dan open en daar gaat die in. Dan heb je deze kastjes. Line in, daar gaat die in. En dan zet je hem aan. Oeh, spannend. Channel 1. En die doe je dan zo aan je broekriem. Oh, ik druk weer ergens op. Mute. Oh, oké. Nou, weten we ook weer. Als je hem nog een keer indrukt, dan druk je op mute. Dan gaat hij op mute, bedoel ik. En dit gaat dan hier zo. Ja, en normaal gesproken doe je die onder je kleding natuurlijk. Maar het gaat even om het idee. Het is nu niet voor de mooi. En dan zullen we deze ook maar eens even aanzetten. Ja, ik hoop dat we die even moeten levelen met de... Ja, ik denk het. Ik weet het niet. Power. Ik zoek een power knop eigenlijk. Ja. Oh, toch. Ik hou hem tegen. Hij is aan. René gaat hem ook aansluiten. En dan schakelen we even over naar deze camera. Want dan gaan we dus het verschil opmerken tussen ons gewoon praten zeg maar tegen de camera. En het praten in de microfoon. Nou, zo klinken we dus met de camera van de... Of met de microfoon van de camera zelf. Wat we nu gaan doen is even de tv aanzetten om wat achtergrondruis te creëren. Zodat je ook merkt wat er gebeurt als we dus veel achtergrondlawaai hebben. Ja, dan draai ik deze nog even voor jou in elkaar. Oh, zitten er ook batterijen in? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Die staat er ook aan. We zijn natuurlijk ook ontzettend benieuwd wat het verschil gaat zijn, hè, met de camera en de microfoons. Oh! Eens even opklippen. Ik leg hem al even voor me. Ja. Deze klippen op. Zo. Zodat we nog gezellig even kunnen kletsen. We hebben hem nog niet aangezet, maar dat gaan we nu doen. Is gelijk een stuk beter. Ik hoor het niet heel hard, maar ik hoor het wel. Ja, die van jou die komt nu ook binnen. Oké, okay, test 1, 2, 3, test. Ja, ja, het is wel heel zacht. Okay. Ik zie hier geen volume ding op zitten. Nee, precies. Dat zag ik ook niet. En dit is een andere channel, denk ik. Als we plus en min doen. Ja. Oké. Okay. Ah ja, volume. Ja, volume als je ze allebei tegelijkertijd indoet. Zet hem op B. Ja. Oké. Okay. Dat is beter. Dat is beter. Ja. Maar het geluid is nog steeds niet heel hard. Nou, als ik zo praat wel. Als hij wat verder weg zit, niet. Oké. Okay. Je kunt het zelf eventjes ervaren. Ja. Ik ga jouw pizza even uit. Oh shit, ja, maar pizza. Oké, okay. Test, 1, 2, 3, test. Test, 1, 2, 3, test, ja. 1, 2, 3. Ik ben wel benieuwd wat we dadelijk terugzien als verschil, als we dus het verschil zeg maar met de microfoon van de camera zelf. Ja, ook dat, inderdaad. Ja. Dus zo is je wel cool. Ja, ik vind het heel lastig te beoordelen zo met de hoofdtelefoon, om eerlijk te zijn. Ja, dat is het ook. Eigenlijk zou ik nu even weg moeten lopen. En dan... Of jij moet even weglopen. Ja? Loop jij maar even weg. Ik loop wel even weg. En dan moet je even blijven praten. Het zal vast toch misschien wel een manier zijn om deze wat harder te zetten. Ja. Maar misschien ook niet. Maar ja, dat is dan eventjes afhankelijk van wat we nog aan kunnen... Of wat voor... geluid we straks horen op de camera. Ja, maar jij staat... Ja, ik hoor jou nu nog best wel goed hoor. Ja? Ja. Wil jij hem even op en dan loop ik even naar de slaapkamer. Even kijken hoe die dan... Naar de slaapkamer zelfs. Ja, ik loop even naar de slaapkamer. Even kijken wat hij doet. Ik ben benieuwd. Nou, ik loop even door de gang. Gaan we even kijken of hij hem ook wat verder pakt. Dadelijk, het kan natuurlijk zijn dat we er niet bijlopen. Ik sta nu inmiddels bij het bed.
En ik ben erg benieuwd of Sergio mij nog goed kan horen. Ik moet zeggen dat het ontvangt. Ik versta jou namelijk helemaal niet meer. En met de normale camera, microfoon, was ik al lang niet meer te horen geweest. Nee. Dus ik loop nu even weer terug. Nou, ik moet zeggen, de ontvangst is echt supergoed. Ja. Ja. Ja, dat vond ik ook. Ik denk dat het moeilijker te beoordelen is dat we nu dichter bij elkaar zitten. Omdat je denkt, hoor ik het nou door de hoofdtelefoon of hoor ik het nou ook zo? Ja. Maar ik denk dat het dadelijk op de computer wel echt een heel stuk duidelijker is. Ja, en heel helder ook. Echt supergoed geluid. Ja. Zijn we benieuwd? Want, nou, dit is onze eerste investering en de tweede is dus de... De gimbal. De gimbal. Die gaan we ook even laten zien. Tot zover de microfoons. De gimbal. De gimbal. Deze echt. Zie je? Hier heb ik het ook al heel lang over, hè? Ja. Oh, ik vind het sowieso fijn dat we iets hebben om in ons hand te houden. Want nu houden we de camera de hele tijd vast. En het is toch fijner als er gewoon even een soort van staaf aan zit. Houd toch net wat beter beet. Ja. Oh, dat is inderdaad een mooi koffertje weer. Dit is dus een drieassige stabilisator. Ja, ik word hier heel vrolijk van. Wauw. Nou, dat weet wel wat. Oh ja, dat is niet heel licht. Maar ja, we hebben dus dan ook nog... Oh, het weet ik eigenlijk niet wat dit is. Misschien een houder voor de telefoon. Zitten er verschillende houders op? Ja, ik was eigenlijk op zoek naar een driepootje. Ik zeg maar wat. Oh, dat is dit. Super, super handig dit gewoon. Ja. Dan kunnen we dus voor kiezen of we die er wel of niet op schroeven op zo'n moment. Ja, want we hebben nu dus een driepoot. Dat is die. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien, want de bloemen staan erachter en zo. Een beetje beeldruis. Maar die is, vrij lomp inderdaad. Het is vrij groot. En dit is gewoon... Kijk, dat is al een stuk kleiner. Een beetje ooghoogte. Heel stabiel. En er zitten een aantal dingetjes bij. En dan gaan we eventjes rustig uitzoeken... En dan de camera erin. Ja, en dan gaan we weer even naar voren dus, namaken. Want ja, op dit moment... Dit is zeg maar... Ja, als we een beetje een trillende arm krijgen. Ja. Of een beetje zo, of zo. We zijn nu nog heel knap en jong. Maar ja, straks krijgen we ineens Parkinson. En dan gaat het zo. Ja, maar ook al is het soms... Ik krijg een beetje een lamme arm. En dan ja, begin je toch een beetje schuin. En, dus we zijn benieuwd. Zo, we zijn inmiddels een avondje verder, want het was toch wat lastiger dan we dachten en het was al laat, dus we dachten oké, morgen op ons gemakkie. Maar hij staat er ook. Super, super gaaf. Ja, ik had echt een heel ander idee bij een gimbal. Ik denk, je popt die camera erin en het is gewoon ready. Nee, maar je moet hem nog helemaal instellen, hè? Om stabiel te zetten. Je moet hem inderdaad in de as, moet je hem in balans eigenlijk brengen. Waardoor hij niet naar voren keepert en niet naar achteren en de zijkanten en zo. Het is een drieassige gimbal. En toen was de camera leeg. Dus je moest hem nog eventjes opladen. Ja, hij staat nu op de gimbal met de driepoot. Dus hij staat op tafel en hij is dus stabiel. Ik ga hem nu eventjes optillen. Zodat je een beetje kan zien dat hij dus veel vloeiender beweegt. En dat je dus veel minder eigenlijk schokkende bewegingen hebt, hè? Ja. We moeten hem nog even helemaal goed uitzoeken, want er staan heel veel opties op. Maar we laten ook even met de GoPro zien hoe dat er nou vanuit een andere angle uitziet. En dat doen we dus via GoPro. Start recording. Daar gaat ie. Ja. Kijk, maar dit ziet er gewoon al... Sorry voor de rommel trouwens. Maar jij zei ook? Ja, naar die kant, als je dus naar die kant waar je nu naartoe gaat met je hand, heb je iets minder speling omdat daar dat andere asje zit. Dus als je daar tegenaan komt, dan gaat hij alsnog schuin. Ja. Ga je de andere kant op, dan kun je dus alle kanten op. Maar ik wil dus dat hij eigenlijk mij een soort van blijft volgen, maar hij gaat nu toch ook de andere kant op. Is dat dan ook iets wat we kunnen instellen? Ja, maar als je een beetje zo kan zien, dus dat hij nou een beetje zo gaat. En ik had het idee toen jij dat aan het filmen was, dat het niet het geval was. Kijk. Ja, want net bij jou bleef deze echt recht staan, zeg maar, en bewogen dingen eromheen.
Ja, dit is hem volgens mij. Ja, kijk. Ja, dat is die L. Dat is een andere, dat is die andere functie. En nu zien we dus dat eigenlijk de camera blijft recht. Ja. Nou, doe je wel heel enthousiast. Hij is wel weer recht. Ja. Oké. GoPro, stop recording. Ja, oké. Dus op F kun je nog een beetje wat meer draaien, zeg maar. En op L blijft hij een beetje gefocust in de... Ik denk dat we die het meeste gaan gebruiken. Ja. De L. Oh, yeah. De L van labiel. Stabiel. Ja, en dan kun je... Nou draai ik deze, maar mijn camera draait niet mee. Nee, dat is inderdaad even wennen. Hi. Nou, we moeten het nog even allemaal goed uitzoeken, maar we zijn nu al enthousiast. Ja. En we gaan hem heel snel gebruiken voor de nieuwe show ook van... of de nieuwe serie van Peter van der Hurk. Maar natuurlijk ook voor onze eigen video's. En als het goed is, komt morgen onze nieuwe camera binnen. En dan hopen we die ook nog in deze vlog te kunnen stoppen. Zodat we alles bij elkaar hebben. Voor nu gaan we even slapen. En hopen dat het snel morgen is. En dat de nieuwe camera er is. Oké, slaap lekker. Nou, tot rusten. En hele goede morgen. Goedemorgen, de camera is binnen. Lekker met de zon vol op mijn gezicht. Heerlijk. Maken wij het leukste pakketje over van deze week. Kom op, schat, je kan het. Ik heb helemaal zoveel kracht aan. Dit is altijd leuk. Oh. Anticlimax. Honden weer verslag. Lijkt me van een plek af. Retje gaat plaats. Ding, ding, ding. Au, mijn knie. Daa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 
En nog een lens. Zullen we de camera maar eerst eens even openen? Nou, kan niet wachten. De Canon EOS M50. Ja, het is een systeemcamera. Dus we hebben nu alles gehad. We filmen nu met de compactcamera. We hebben natuurlijk de spiegelreflex. En nu hebben we dus een systeemcamera. Het is eigenlijk een combinatie van waar we nu mee filmen en de spiegelreflex. Ja, inderdaad. Hij is ook compact. Hij is ook licht. Nou, licht. Nou, ja, op zich vergeleken met die spiegelreflex is dat wel, ja. Ik ben benieuwd wat de lens ook weegt, zeg maar. Zo. Nou, het grootste verschil met deze camera, wat die andere twee niet hebben, is dat die in 4K schiet. Veel hogere pixels en een veel betere sensor, zodat we dus ook met minder licht lekker goed kunnen filmen. En er zit een externe microfoonaansluiting op, zodat we de nieuwe microfoontjes aan kunnen sluiten. Dus gaaf. Ik ben heel erg benieuwd. Zal ik de lens uitpakken? Pak jij even de lens uit. Zo, wat is dit? Dat is de oplader. Ja, zo te zien is dat de oplader inderdaad. Ze hebben een strakke lens ook. Hij is klein. Hij is ik kan hem smal. Cool. Ja.
Zou die al opgeladen zijn een beetje? Er zit altijd wel een beetje in inderdaad. Dus we moeten hem ook testen en zo. Zit er ook een... Nee. Zal ik eventjes de ding pakken? Een kaartje? Ja, onderin. De batterij laden. Er zit een handig wit stipje altijd. Die gaat bij het wit stipje op de camera. Draai je tot die klikt. Zo, klikt. Stukje zwaarder ineens. Ja. Oké dan. Ik vind het nou wel kicken. Nou ja, moet je de datum en zo even instellen. Nou, dan gaan we eerst even doen. Dan komen we zo bij je terug. Tot zo. Nou, eventjes. Oh, je moet wel even in de lens kijken. Het is wel even wennen. Tot zo is dus tot over een paar dagen geworden. Het is even, ja, het is heel eventjes, we zijn een beetje aan het uitproberen, een beetje aan het discussiëren. Ja, aan het bakkeleien. En dat gaat over het volgende, maar ik ga jullie heel eventjes weer even wachten. Kijk, maar nu zien jullie ons dus gewoon weer een beetje in een normaal frame. Het punt is dus, deze camera is qua specs gezien echt wel veel beter. Dus dual pixel... snellere face herkenning, snellere autofocus, hogere megapixel, de sensor is sneller, alles is gewoon beter. Alleen, nou ja, wat je dus net zag, dat je ons zo zag, was in 4K en de crop factor is heel erg groot. En op de andere vlogcamera, de G7 Mark II, zeg maar, die heeft een diafragma van 1.4 uit mijn hoofd, 1.3. Dus die heeft heel weinig licht nodig. Dus René zegt, ja, daar zijn we nog steeds niet op vooruit gegaan. Nou, dat is dus niet waar. Alleen het probleem is, we hebben nu een compact camera. Nee, we hebben een systeemcamera, waar dus verschillende lenzen op kunnen. Dus voor verschillende situaties hebben we verschillende lenzen nodig. En we hebben nu dus niet een lens waar we mee s'avonds goed kunnen filmen. Nou ja, nee, ja, het kan wel, maar dan heb je dus dit beeld... op zich niks mis mee is, want het is dus qua instellingen hetzelfde als die andere, alleen heeft deze iets meer licht nodig, dus daardoor ontstaat er iets meer ruis en we moeten dus een speed... En we zijn wat meer oranje. Nee, dat moet niet zoveel uitmaken. Dat heeft met het licht te maken. Ja, maar ik vind dus, ik wil altijd als ik iets koop, dan wil ik er gelijk zeg maar op vooruit gaan. En in eerste instantie was het een aankoop ook van we willen een camera waar we ook 's avonds betere beelden mee kunnen maken. Slinger. Oh. En dat hebben we nu dus eigenlijk nog steeds niet. En eigenlijk is dus naar mijn gevoel de compact camera die we hadden beter. Ja. Maar ja, wat ik dus heb uitgelegd, neem aan dat je dat begrijpt. Ja, maar we zijn dus niet op eruit gegaan, niet op wat we wilden. De camera kan wel beter zijn, maar doordat de lens die erop zit, hebben we nog steeds niet het resultaat die we in eerste instantie wilden hebben. Ja. Dus, nou zo gaat het heen en weer de hele tijd. Ja, er is op zich niks meer. Ik snap je wel. Alleen het is gewoon, deze camera staat super goed aangeschreven. Heel veel vloggers zijn er heel blij mee en zo. Dus ja, ik zoek gewoon naar de juiste afstelling en de juiste lens dan. Om net zo goed te kunnen vloggen als met die andere. Dus dan denk ik, of we gaan dus op zoek naar de juiste lens. Nee, het is meer een N denk ik. Het wordt een N. Of gaan we hem terugbrengen? Nee. Oh. En we gaan op zoek naar een andere lens. En we gaan die andere camera vervangen voor die opvolger. Dus je wil de camera waar we nu blij mee zijn en ik eigenlijk beter vind dan deze, wil je nu vervangen? Hè? Wat zeg je? Wat? Dus jij wilt de compact camera waar we blij mee zijn, die maar... eigenlijk goed gaat, nee. Die ik nu nee. beter vind dan deze, wil jij nu nee, gaan maar vervangen? Maar spreek je jezelf tegen. Dat gaat niet goed, want met die andere irriteren we ons heel erg aan het... aan de focus en zo. Ja, aan de focus. En als die inzoomt, dan hoor je hem gelijk maken. Ja, en dat er geen externe microfoon op zit en zo. Ja, daarom gingen we ook voor deze, want dat heeft deze wel. Maar dan hebben we toch hetzelfde. Dan hebben we en een betere camera. Dan zou deze de spiegelreflex vervangen en die andere de oude vlogcamera.
Dus dan kunnen we met deze kunnen we straks filmen als we meer geld hebben om meerdere lenzen te kopen. Want met deze kun je nog echt wel nog steeds veel beter filmen. Maar deze gaat niet de spiegelreflex vervangen. Deze zou al een verbetering zijn ten opzichte van de compactcamera die we hebben gekocht. Dat daarom is het hebben ook. We voor deze gekozen. Oké, wij gaan er eventjes. Nou, vond je dit ook een toffe en eerlijke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wij zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Even dat zijn we daar wel over eens. Dat dan weer wel. En, dan zien we jou graag bij de volgende vlog. Oh, oké. Okay. Dan zien we jou graag bij een volgende vlog. Oké. Okay. Ciao. Ciao, ciao, ciao.